Jeremy, gefeliciteerd. Dank u wel. Bijgetekend tot 2024. Ja, wat gaat er door je heen? Zeker. Ja, alleen een blij gevoel natuurlijk. Blij om contract te mogen verlengen. Motiveert dat ook extra? Ja, zeker. Ja? Zeker, ja. En ik zag nogal een drukke persruimte, hè? Vrienden, familie erbij zitten. Ga je nog iemand anders bellen straks om mee te delen? Ja, mijn vader. Die ga ik ook een belletje geven natuurlijk. Ik heb voor jou 5 Instagram foto's. Die heb ik bij jou eruit gepikt. En daar gaan we het even over hebben. Dit is de eerste. 30 juni 2020. Contractondertekening was dit, hè? Klopt. Veel familie, veel vrienden. Dus dan eigenlijk meteen de eerste vraag. Je vrienden, je familie. Wat betekenen zij voor jou? Ja, superveel. Ze helpen me bij alles. Dus dan op deze mooie momenten vind ik gewoon dat ze erbij horen. Je hebt ook een zusje, zag ik. Ja, klopt. Hoe was jouw jeugd? Mijn ouders zijn gescheiden. Mm-hmm. Dus ik woon bij mijn moeder. Mm-hmm. En met mijn zus. Delen jij en je zusje veel? Of, Nee, valt wel mee. Valt wel mee. Ze is ook gewoon met haar sport bezig. Ja. En ik ook. Dus, maar verder zijn we gewoon goed. Wel fijn. Ja, zeker. Zeker. Ah, ja, en je bent vader geworden. Ja, klopt. Je bent gewoon een kleine. Klopt. Jeetje, bizar, maar gefeliciteerd. Dankjewel. Echt supermooi. Ik heb hem net mogen zien. Zeker. Hoe bevalt dat? Ja, top. Weinig slaap, maar dat hoort erbij. Ja, ja, zeker. Hoe combineer je dat? Het is nogal een verantwoordelijkheid die je erbij hebt gekregen. Ja, zeker. Mijn vriendin helpt me er ook bij. Ja, schoonmoeder, mijn moeder helpt ons er goed bij. Dus is wel te doen. Hoe gaan de nachten? Ja, in het begin gingen ze wel lekker op zich, maar nu is het wel pittig. Ja. Wel pittig, ja. We gaan naar de tweede en die heb ik van een Insta-story, want je hebt niet heel veel Instagram-posts, maar dit is een tattoo van je. Ja, klopt. Jij zit volgens mij volle bak onder de tattoos. Hoeveel heb je er? Wat wel mee toch? Nee, ik weet niet hoeveel ik er heb, maar mijn borst en mijn arm, bovenbeen en mijn zijkant van mijn onderbeen. Hebben ze een verhaal? Ja, veel met familie en geloof. Ja, ik bid gewoon elke ochtend. En voor mij is dat gewoon rustgevend. Ja. Ik vind het fijn om te doen. Geen mijn power en gewoon rust in mijn hoofd. Ja. Ook bij een wedstrijd? Ja, zeker. Ook bij een wedstrijd. Van tevoren even. Ja. Dus veld op gaan. Vind je de leeuw van Memphis? Ja, die is wel mooi, maar misschien komt die nog ooit een keertje. Ja, maar zou je dat willen? Zo groot op je rug? Misschien geen leeuw, maar misschien gaat die rug ook nog wel voor, ja. Van de meest krekels zijn hoofd op je rug? Nou, dat liever niet. Nee, dat liever niet. Heb je nog wensen? Komen er nog meer? Wil je helemaal vol staan? Niet helemaal vol, misschien voor de helft. Voor de helft? Ja. Ik ga sowieso nog iets van mijn kleine laten doen. Ja. En verder even hoe kijken. Hoe heet je kleine? Jersley. Kijk, mooi naam. Dankjewel. Gaan we naar de volgende. Ja, dit was je debuut. Tegen FC Emmen. Weet je nog wanneer je dit te horen kreeg? Dat je bij de selectie zat? Ik kreeg gewoon een appje met de wedstrijdselectie. Ja. En toen zag ik mijn naam erbij staan. Wat ging er door je heen? Ja, ik was echt heel blij. Het is echt een heel mooi gevoel. Al die jaren hard voor gewerkt voor dit moment. Was je verrast ook? Had je hem wel zien aankomen? Nee, ik was wel verrast eigenlijk. Want sowieso alles ging heel snel die weken. Ik had pas net ook mijn debuut gemaakt bij Jong PSV. Ja. En toen snel erachter kwam ook nog mijn debuut bij het eerste. Twee maanden was dat, hè? Ja, je ging snel allemaal. Ik ben een sneltreinvaart. Ja, zeker. Hoe vond je dat je gespeeld had? Die wedstrijd? Ja. Ja, foutloos. Foutloos, hoppa. Ja, ging wel goed. Ik had niet zo heel lang mogen spelen. Maar ja, debuut is een debuut. Ja. Is altijd mooi. Ja, dan hebben we deze natuurlijk, Curaçao. Vertel eens even, want jij bent niet geboren in Curaçao, je bent hier opgegroeid. Hoe zit het precies dan? Mijn vader is wel geboren in Curaçao. Ja. Dus ik ben half. Met half bloedje, ja. Ja. Maar hiervoor was je nog nooit in Curaçao geweest. Nee, klopt. Dus door Curaçao ben je voor het eerst naar Curaçao gegaan? Ja, zeker. Ja. Maar je bent eerst uitgekomen voor het Nederlands elftal. Waarom? Onder 17, klopt. Daar heb ik 1 toernooi mee gespeeld. En verder eigenlijk niet echt in beeld gekomen bij Nederlands elftal. Mm-hmm. En toen kwam Curaçao. Met een trainerskamp was ik daar naartoe gegaan. Het gevoel was daar gewoon was goed. Ja? Ja. Het team gewoon, we zien elkaar allemaal als familie. En dat geeft je ook gewoon kracht tijdens het voetbal. Voor elkaar ga je gewoon echt door het vuur. Ja, maar wordt ook wel een lolletje getrapt, hè, wat ik in een bus heb gezien. Zeker weten, Hoe gaat het er daar aan toe dan? Gewoon ontspannen eigenlijk, gewoon lekker. Leuke bus, leuke sfeer, ja. Muziekje,
Dus ja, dat is wel allemaal top. Ja, dat is allemaal meer, hè? Ja, zeker. Nog een beetje gedanst. Ja, zeker. Zelfs dat. Zeker weten, ja, ja. En Guus Hiddink, oude bekende, hoe is het voor hem met hem te spelen? Ja, mooi. Mooi. Hij is gewoon duidelijk in wat hij wil. Dat merk je ook gewoon. Ja. Aan de spelers, dat merk je aan iedereen daar. Ja. Het is gewoon strak. Alles is goed geregeld daar. Dan gaan we naar de laatste. Ja, kijk naar Becky. Trainingskamp. Ja. Jij was een van de vijf die mee mocht. Ja, zeker. Je had misschien wel een beetje verwacht, toch? Voelde je al zeker omdat je al een debuut had gehad? Nee, dat eigenlijk niet. Maar ja, toen ik hoorde dat ik zeg maar gewoon mocht beginnen met het eerste, toen dacht ik wel van ja, ik mag wel mee op trainingskamp. Ja. En hoe ging dat? Dat ging, ging goed, maar het ging ook minder omdat ik geblesseerd was geraakt. Ja. Waardoor ik de tweede wedstrijd niet meer kon meespelen. Mm-hmm. Dat was jammer, maar verder ging het wel goed. Ja. Dan kom je even in een ander team. Wat voor band heb je met hen? Op zich ook wel gewoon een prima band met de jongens. Sommige jongens hebben ze hebben me eigenlijk wel gewoon goed opgevangen. Dus ja, wel, ging wel goed. Ja. En nu? Kunnen we van je verwachten? Ja, ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk gewoon vast bij de A-selectie te komen. Ja. Heb je een doelstelling voor jezelf? Nee, geen doelstelling. Nee. Het gaat lekker bij Jong en zeker weten. Ja. Hey, dit waren de Instagram-foto's. Ik heb niet veel voorbij zien komen toen ik even op je Instagram scrolde. Ben je mee bezig? Krijg je veel? Nee, helemaal niet. Nee? Krijg je veel berichtjes van mensen? Ja, dat wel. Ja? Ja. Wat krijg je dan te horen? Hoe goed je bent? Of, ja, soms ook. En soms reageren we niet eens. Nee, reageren we niet. Hey, heel erg bedankt. Succes. Dank u wel. En ga ervan genieten. Komt goed. Thanks.